Hello, friends and family. I'm very curious to hear how you are coping under the restrictions of the coronavirus. Please leave me a message with your news. Dankjewel. Merci. Hallo, met mij. Dit is het uitzicht vanuit ons huis. Wij leven redelijk zelfvoorzienend, maar desondanks ga ik toch zo af en toe boodschappen doen. En ik moet daarvoor een formulier invullen en meenemen dat aangeeft dat ik voor basisbehoeften op stap ben. Als ik dat papier niet bij me heb, kan ik een boete krijgen van 135 euro. En als ik dat 3 keer ben vergeten, dan kan ik de hoofdprijs winnen, een gevangenisstraf. Vandaag een prachtige zonnige dag hier. Dus ik ben naar buiten gegaan, gefietst, even langs Museumplein. Normaal is het hier natuurlijk ontzettend druk. En nu zaten er 3 daklozen aan het bier. Vlak voor het Rijks zat een muzikant te spelen. Heel doodstil natuurlijk, verlaten. Pues me he levantado a las 7 de la mañana para entrenar aquí en el salón. Y hoy he hecho una clase de kickboxing de YouTube y después ya he desayunado rápido para empezar a teletrabajar. Y luego lo mejor del día será a las 8 cuando saldremos todos al balcón para aplaudir para los sanitarios que están trabajando. Vanochtend op mijn fietsje in het ziekenhuis gegaan, waar ik in het draaiteam zat voor het draaien van de intensive care patiënten die besmet zijn met het coronavirus en die aan de beademing liggen. Want met het draaien van de patiënt is natuurlijk altijd het risico ook dat er iets losgaat en dan komt de lucht of de adem uit de patiënt in de ruimte en daar zit het virus in. Dus dat is eigenlijk een gevaarlijk moment. We're actually doing good here. It's a nice place to be. Stuck from our windows, the world looks exactly the same. The trees and the birds and the little chipmunks don't seem to read the paper because they just go about their daily lives. Feeling very lucky to be here. And I know a lot of other people around the world are having a really hard time right now. Talk to you later. Pendant le confinement, j'ai proposé de commencer à 5h du matin parce que Cyril est quelqu'un à risque. Le gérant m'a dit « Ouais, mais c'est de la folie de commencer à 5h du mat. » Ben, j'ai dit « Mais moi, je suis tranquille, quoi. » Je fais attention, je me lave les mains, je garde mes distances. Je mets un masque et je ne rentre pas dans le magasin pendant qu'il y a les clients. Il y a à l'entrée, il y a une table avec 4 panneaux. Asperger les poignets du caddie ou du chariot, se laver les mains avec un autre désinfectant et se mettre des gants. Normalement, pas plus de 25 personnes dans le magasin. Our day, similar to most days, got up and went for a walk in a nearby park. We see people, but keep our distance naturally. And I do especially. I have to be careful on account of my asthma and COPD, as I definitely don't want to get this virus. I could definitely die. I'm not scared, though, because, I'm sticking to the guidelines, washing hands, social distancing. We really don't see anybody. Gisteren was mijn kleindochter jarig. Ze werd 3 jaar. Ze konden natuurlijk niet naar haar toe. We hebben met veel moeite, maar uiteindelijk wel gelukt, Zoom geïnstalleerd. Zodat wij lang als leven konden zingen voor Nora. Die het eigenlijk allemaal maar niks vond. Ook wel een beetje sneu, maar zo'n kind van 3, die snapt er dan nog net even te weinig van wat er allemaal aan de hand is. Waarom we niet kunnen komen. Oké, hoi hoi. Mijn dag is niet anders geweest dan alle andere dagen. Vroeg op, na mijn werk, rondrijden een beetje boven Stockholm. Einde van de dag weer naar huis en eten, televisie kijken en that's it. Niet zo vreselijk veel veranderd. Het enige is dat er wat minder mensen op straat zijn over het algemeen. Ik doe dus minder open dan normaal. En dan heb ik verminderde consultaties. Dat is ons opgelegd van de orde van de dierenartsen. Sommige mensen hebben geen masker. Dat was het geval met een oud meneertje die met zijn hondje kwam. Ik ga ook die meneer niet weigeren of naar huis sturen. Dus dan ga je toch risico's nemen
En toch zette dan die angst wel opzij en probeerde gewoon je werk te doen. Here's Anton from Berlin. Before corona there was a meltdown to all of my appointments and work and stuff. I wanted to make a determination about dropping out of art after 15 years, and now that the whole world is broken to bits, I am kind of regaining hope. Het voelt onwaarlijk dat die wereld zo verander om ons in zo schrikwekkend raak. Die wingerd druifoes is al klaar afgehaald voor die lockdown is op begin het. So die plaaswerkers is allemaal op vakantie en sit by die huis, maar hulle is baie verveeld dat hulle nie kan uitgaan nie. En natuurlik, mense kan nie drank op die oomblik in Suid-Afrika of sigarette koop nie, so hulle is desperaat vir wyn. Die virus affecteer nog nie so erg mense nie. Ek dink dat ons hou maar duim vas vir beter in die verder later in die jaar wanneer dit kouer word. Uiteraard hou ik de hele dag het nieuws bij van hoe de stand van zaken is over het coronavirus, wat ons toch wel enigszins af en toe een beetje bang maakt. Het aantal geregistreerde sterfgevallen in Nederland door het coronavirus is de afgelopen 24 uur toegenomen met 93. Ik moet zeggen, zelf ben ik wat minder bang, maar Jean is wel angstig. Die blijft heel erg bang dat hij geïnfecteerd wordt. I live in Australia, but I'm originally from South Africa and I've come back here to write a novel. The South African response has been phenomenal. The South African society has come through to this response in a fantastic way, even though, of course, there are all the traditional tropes of violence and aggression and poverty and all the inequalities, of course. I've been encouraged to do some physical exercise, which has been really quite remarkable. To say that, looking at it, it's been quite positive for me, really. We are in quarantine status. We are keeping social distance. We have learned good experience now. We became more patient. We live with the family here, the big house, so we work from home. I cook every day, so every day I cook something different, and I'm trying different cuisine as well. So sometimes I cook well, sometimes it's acceptable. 10 maart kwam eigenlijk als een verrassing. In 10 dagen moesten we wennen aan epidemie, pandemie, restricties, total lockdown. Het seizoen begint eigenlijk altijd op 1 april. Nu wordt er gesproken over 3 mei als mogelijke opening. 3 mei eerst voor de winkels en dan 18 mei voor de bars en restaurants. Onzekerheid is natuurlijk de financiële factor. Er is een beetje geld beloofd, maar vooralsnog heeft niemand het gezien. Als ik daarover nadenk, dan krijg ik het echt Spaans benauwd. Wat me eigenlijk redt is dat iedereen zich in dezelfde situatie bevindt. We zijn already 4 weeks here in the apartment of my father. And it's a little bit the same like in Moscow. We sleep, we eat, we work with the computers, and it's even better because I can speak with my father a lot. There are some sad news too. Well, our neighbor was dead some days ago of coronavirus, and it's really sad because he was an important part of our Madrid life. Here in Spain, the perception of death is different than in Russia. You know, in Russia, death has a sense, a meaning, but here it's like having a black hole next door. 8h30, quel silence! Drôle de sensation quand habituellement l'agitation, le bruit, les 10 petites personnes qui me parlent et me posent des questions en même temps. Pas d'interaction, il me faut penser aux prochaines activités. Des activités de manipulation, d'entraînement avec du matériel dont je suis sûre que tout le monde les a à disposition. Où sont donc passés Ange Morel, Coban, Elliot et Morgan? Que se passe-t-il pour eux? Où vivent-ils? Que vivent-ils? 5 semaines! À vivre quoi? 14h, toujours le silence. Que vivent-ils? Où sont-ils, bordel? What I'm doing home is just cooking, because it's my hobby. I also like filming while I'm cooking, and then I upload my videos on YouTube. Запах обалденный! I have already gained 2 kilos. This is very bad.
But I have found a way out. I put the rest of the food in a container, call my neighbors, put these containers in the corridor. They take the containers, eat, and give me back the empty containers. Ik kom net thuis van mijn werk. Goed nieuws is dat we vandaag zijn begonnen met het nadenken over het afschalen van de coronazorg. En gelukkig hebben we nooit de maximale capaciteit die we daarvoor vrij hadden gemaakt, hebben we die moeten benutten. Het kan een lange tijd met mensen goed gaan en plotseling kunnen ze dan toch nog afknappen. Wat dat betreft stelt het virus ons nog steeds voor raadsels. En tegelijkertijd, wat een raar virus dat 85% van de mensen eigenlijk nauwelijks getroffen wordt, maar de resterende 15% ongelooflijk hard. Dus wat dat betreft, ja, moeten we er ook nog veel van leren. Portez-vous bien, soyez heureux, santé, bonheur et toujours de bonne humeur. Et on prend soin de la planète. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur la touche dièse.